Ja? Ik ben 23 jaar oud, studeer psychologie en ik hou van tennis. Hoe lang tennis jou? Ik tennis sinds mijn 16. En maar hoe? Sinds mijn 12 is het een paar tegen de garage van mijn vader. En toen ik 16 was, ging ik naar les. Tenminste 3 keer in de week, 2 uur per dag. En per les bedoel ik. En soms op zaterdag gewoon 3 uur, 4 uur. En waar ben je begonnen met tennis? Apparoe. En was dat op een tennisvereniging, de lessen? Dat was bij een tennisclub. Ik oefende met heel veel verschillende niveaus. Van verschillende leeftijden. Oké, maar wel veel jonger ook. Ja, zeker. En wat maakt tennis voor jou zo leuk? Ik heb echt geen idee, het zit gewoon in me. Ik heb verschillende sporten gedaan, maar nooit zeg maar zo'n plezier van gehad om de bal zeg maar te slaan met de racket. En dat je verschillende dingen kan doen met de bal, vind ik echt interessant. En ik ben begonnen eigenlijk van tennis te houden toen ik Venus Williams zag spelen bij de 1997 US Open. Toen bereikte ze de finales. En zo ben ik in. Waarom zij? Ik denk dat het te maken heeft met de achtergrond. Sowieso ben ik ook zeg maar black. Weet je? En om iemand zeg maar, van die kleur te zien spelen en een heel goed positie te bereiken, vind ik gewoon top. En in een zeg maar, land waarbij dat die groep zeg maar, heel weggestuurd wordt door zeg maar, een sport zoals tennis, die echt normaal gesproken luxe is en voor blanke mensen. En dat vond ik zeg maar, heel knap van. Ja. En waar tennis je hier in Nederland? Ik tennis bij de Westvliet. Centrum. Oké, en vind je daar genoeg tennispartners? Nee, helaas niet. Nee? Helaas niet. Waar zou je meer mee willen spelen? Waarmee? Met wat voor soort mensen zou je meer willen spelen? Met de mensen van mezelfde leeftijd. Tussen 16, 25, 26. Gewoon mensen waarmee je zeg maar, kan relateren. Leuk. Oké, nou wie weet kan Match Tennis Partner daar nog wat in betekenen. Ja. Of andere verenigingen die dit filmpje zien kunnen zich aanmelden met genoeg jonge leden. Oké, laten we nog eventjes verder gaan spelen. Wat zijn je sterkste slagen? Mijn voorhand en mijn eerste service. Eerste service, erg hard hè? Oké. Okay. Backhand is niet zo consistent. Wat zou je willen bereiken nog met tennis? Plezier. Veel plezier? Ja. Bepaalde speelsterkte? Ja, zeker. Welke? Hoger. Ik weet niet. Welke wedstrijden spelen? Maar welke speelsterkte wil je bereiken? Nou, het sterkste als ik kan. Dan kan ik hem weer, toch? Oké.